Welkom bij BM Talk. Vandaag is bij me aangeschoven Suzanne Borstman, radiopresentator bij 1Vandaag. Hi. Suzanne, welkom. Dag. Wat was het laatste concert wat jij hebt gezien? Oh, het laatste concert. De Wolf in Carré samen met het Metropool Orkest. Okay. En dat was fantastisch. En ook een beetje gek, want dat was vlak voordat dat het weer dichtging, ja. Zeg maar. Toen mochten er geloof ik nog 250 of 150 mensen in Carré. Heel gesodemieten natuurlijk, ja. Met hoe je daar dan binnenkwam. Maar dat hadden ze fantastisch geregeld. Ja, en dan de band met het Metropoolorkest. Ja. Allebei zijn het natuurlijk grootheden. Die combinatie was fantastisch. Dus het was geweldig en ook een beetje droevig natuurlijk. Ja. Dat je dat in een zaal waar, 1750 Precies. mensen in kunnen. Dat je daar met zo weinig... Dus je doet ontzettend je best om heel hard te klappen. Want je mag niet eens juichen. Nee. Dus dat was een dubbel gevoel. Maar ik heb er wel heel erg van genoten. Ja. En ik geniet van alle momenten dat je toch nog iets mee kunt pikken. Kort daarop heb ik trouwens nog een heel klein concertje gezien van een band die heet Jihad. Een nieuwe metalband uit Brabant. Okay. En die gaven in Willem II een première voorstelling. En hebben dat toch maar gedaan. En dan zit je daar ook met, 25 ja. mensen. Ja. 2-2 in een soort nachtclub setting. Met een tafeltje erbij en je biertje. Je kunt appen naar de bar en dan wordt je biertje gebracht. Ja. En dan zit je maar een beetje, de headbanger. Ja, want het metal is niet bepaald als genre om rustig luisterend in de zaal te zitten. Maar we doen het, want we willen ze laten zien dat het fijn is dat ze er zijn. Ja. En we hopen dat ze blijven, want er gaat zoveel dood nu. Ja, ja. En je speelt zelf ook nog gitaar, een beetje? Nou, ik noem mezelf toch een beetje een wannabe muzikant nog. Nou, ik speel sinds 1 jaar of 2 gitaar. Sinds 1 jaar elektrisch gitaar. Ja. En met veel enthousiasme. En dat gaat goed? Nee. Want ik ben nog lang niet zo goed als ik zou willen. Nee. Maar het gaat om het proces. Ik geniet er heel erg van. Ik heb heel veel plezier in. Ik heb daar nauwelijks ambitie mee. Een heel klein beetje. Maar het is gewoon heel fijn om dat te doen. Ja. En om te ontdekken dat je dingen kunt leren. En dat je er beter in wordt. En om ook gaandeweg via de gitaar meer over muziek te ontdekken. En hoe meer ik weet, hoe meer bewondering ik heb voor de artiesten. En doe je via YouTube jezelf onderwijs of heb je leraar? Maar ik heb een echte gitaarleraar waar goed. Ik mij elke week meld. En dan altijd begin met, thuis ging dit goed, zeg ik dan altijd. En dan gaat het bij hem altijd iets minder. Maar. Ja. Ja, het is heel fijn. Heel fijn om te doen. En ook radiopresentator? Daarnaast. Daarnaast. Ja, ook nog. Hey, is radio leuker dan tv? Ja. Waarom? Het is fijn om te maken. Ik maak mijn huidige radioprogramma met een heel klein clubje. We bedenken 's ochtends wat we doen. En dat mogen we 's middags in de uitzending mogen dat doen. Ik zit er heel erg bovenop. Ik vind het fijn dat je ruimte hebt. Dat je kunt improviseren. Dat er dingen onverwachte... Ik vind het stiekem altijd heel leuk als er dingen anders gaan dan anders. Ik hou van een heel klein beetje chaos en dat kan daar. Je kunt snel schakelen. Dat vind ik heel fijn. TV heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. Zeker bij RTL Nieuws. Vond het fantastisch om vooraan te zitten. Dat jij vertelt wat er gebeurt. Echt een hele fijne ervaring geweest. Erg van genoten. Ik ben ook niet weggegaan omdat ik dat niet leuk vond. Maar omdat ik het zo fijn vond om radio te kunnen maken. Ja, je bent echt vanwege de radio... Was een offer I couldn't refuse. Nee, okay. Dus in ieder geval in de zin van, ga weer radio maken. Ja. Dus dat. Het is best opvallend. Dat meestal bewandelen mensen de andere weg. Ja, als je van radio naar televisie. Dat is grappig, maar... Toen ik begon bij de radio, toen was ik eigenlijk al op het punt... Waarvan ik me ooit had voorgesteld dat ik er had kunnen zijn. Ik ben heel vroeg met het oog op morgen mocht ik aanschuiven voor het rubriekje De Krant van Morgen. Ja. Toen nog door heel veel mensen gemaakt, nu ook maar door een piepklein clubje. En ik weet nog dat de allereerste keer dat ik voor een soort test, audiotest, daar naartoe liep. Nog het muziekpaviljoen, RK4. Ja. Ik liep die lange weg naar de portier van het muziekpaviljoen. Daarna moest je naar beneden. En dat ik die stapjes zette en dacht van, ja, maar hier had ik willen eindigen. En nu, ik was 21, nu loop ik hier. En in die periode zeiden er dan allemaal mensen, oh, leuk, radio. Maar wanneer ga je naar de tv? En dat, blijkbaar heeft dat een soort van aanzien. Omdat, en ik vond het ook best prima bij tv. En
Maar het is, kijk, als je er werkt, ik snap van mensen van buiten, die hebben zoiets van, oh, dat is super gaaf. Maar als je er werkt, dan zie je, er zijn ook heel veel mensen bij tv die vaak zeggen van, oh ja, de radio, oh, dat vroeger ook bij gewerkt, dat vond ik zo leuk. En dan denk ik, nou, waarom zit je dan? Ga het maar weer doen. Ja. Ja. Ben je meer publiek of commerciële omroep? Ik heb me bij beide heel erg goed gevoeld. Ik had wel het idee dat. Dat bij RTL ik een beetje de publieke was. Ja. dat ik een bepaald soort gevoel meebracht, blijkbaar. En dat ik, toen ik weer terugkwam bij de publieke, was ik ook zo blij dat ik die commerciële ervaring achter de rug had. Dat ook een soort bootcamp is, weet je. Je wordt ook in een wereld geplaatst waar andere dingen gelden. En waar ook een enorme, waar je het red als je met heel veel passie en heel veel ambitie en heel veel drive, met weinig middelen en ervoor gaan. Dat had ik allemaal. En ook met grote monden en in een wereld natuurlijk van omroepbazen. En, dus dat had ik allemaal. En daar was ik wel een grote meid geworden. En dan kom je bij terug bij de publieke omroep, waar een andere dynamiek is. Waar weliswaar moeten daar zeg maar ook de hartslag omhoog om het te redden. En ik denk wel dat ik, dat ik die grote meid ben geworden en mij kan weren, me daar weer heel erg geholpen heeft. Ja. Plus dat je ook het een beetje meer van een afstand beschouwt van publieke omroep is fantastisch en doet fantastische dingen, maar zit ook best wel ingewikkeld in elkaar. Ja, zeker. Ja. Ja. En die grote meid is geboren in Zandvoort en ging op de 11e naar Hezen, Eindhoven. Ja, ja. Dan ben je opgegroeid. Had je een zachte G? Moest je dat afleren? Nou, ik praatte natuurlijk Noord-Hollands. Ja. Hè, zoals mijn hele familie praatte zo. Niet zo heel erg Hollands als mijn familie, want mijn moeder was Duitse. Dus de taal zeg maar, van ons gezin was toch niet helemaal de taal van mijn neven en nichten. En de andere kinderen op school. Maar wel, het was wel Noord-Hollands. Ja, en dan ga je naar Brabant. En dan kwam ik ook in het dorp. Op een school die het jaar daarvoor nog een jongensschool was geweest. Daar waren meisjes een nieuw fenomeen. Dus ik kwam in een hele andere wereld. Ja. En je wilt assimileren. Dus wij zeiden binnen de kortste keer ook ons mam en houdoe. Ja. En omdat je niet op wil vallen. Omdat je erbij wil horen. En dat lukte niet helemaal. Mijn vader was daar burgemeester. Dus we hadden sowieso een beetje gekke positie. Ja. En gepest en buitengesloten en al dat soort dingen. En dan denk je van, oh, als ik dan de taal maar spreek, dan komt het goed. Komt het wel goed. Ja, dat was een ander proces dat met meer dan taal te maken had. Ja. Uiteindelijk kwam het ook wel goed. Maar ik denk dat ik daardoor wel wat lastiger te traceren. Een logopedist ooit op school voor journalistiek zei ook van, ik kan echt niet horen waar jij nou vandaan komt. Nee. Nou, vind ik ook wel prettig. Ja, zo is het. Mm-hmm. Wel, dus op de school voor journalistiek beland. Ja, wat Academie voor journalistiek heette dat toen in Tilburg. Tilburg, oké. Okay. Ja. Wat wilde jij wel echt de media in? Is dat, zeker. Dat was wel jouw droom ook? Ja. De bedoeling, helemaal. Dat was mijn droom, maar dat was precies wat je zegt. Dat was de bedoeling. Ik heb wel vaker gezegd, toen ik klein was, wilde ik Koos Postema worden. Ja, dat is best opvallend als je nog klein bent. Ja, maar goed, Koos Postema en Willem Ruis bij Langs de Rijn, dat was natuurlijk voor mij, het stond altijd aan, de radio was er altijd. Maar toen ik dat eenmaal hoorde, dacht ik, wat die man doet, dat wil ik ook gaan doen. En ik ben niet Koos Postema geworden. En dat is ook niet erg. Ik vind het ook heel leuk en bijzonder dat ik later met hem heb mogen werken. En hem heb ontmoet en een beetje heb leren kennen. En dan denk ik, maar ik ben ook niet zoals hij. En dat hoefde ook niet. Nee. Maar ik heb wel bijna alles. Nou, niet dat het een strategie is dat je denkt, als je het maar uitdenkt, dan lukt dat ook. Maar ik heb wel bij alles geprobeerd om zo dicht mogelijk. Ja, dus ook naar die school, ook die in Tilburg. Want die heeft een bepaald op dat moment zakelijke aanpak dan die in Utrecht. Dus misschien een wat andere stad om in te wonen, Tilburg, dan Utrecht. Maar oké, het gaat om die opleiding en het gaat om de stage. En die stage moet ook in Hilversum. Waar was die stage? Wereldomroep. Ja. En dat was dan nog niet helemaal het mekka van. Maar bleek wel heel nuttig, want daar kon ik alles doen. Ja. Van presenteren tot verslaggeving, tot redactie. Wat super was. En daar zaten ook heel veel freelancers die weer bij de NOS en bij de NCV werkten en bij de VARA.
En die mij konden introduceren. Zo rolde jij helemaal het wereldje in. Nou ja, plus dat je dan ook maar net gelukt hebt dat er op een bepaalde plek vrij is waar jij dan in kunt springen. Ben jij veranderd door de jaren heen, vind jij? Nou, ik denk het wel, want ik ben ouder geworden en ik heb meer gezien. En ik heb het leven is, wat zal ik zeggen, over me heen gegaan. Ja. Ik heb bij publieke omroepen gewerkt. En wat jij ook al vaststelde bij de commerciële. Ik weet misschien iets meer wat ik wil en niet wil. Ja? Maar ja, in de kern ben ik nog wel wie ik was. Ja. Ben je beter geworden in bepaalde disciplines, vind je zelf? Ik denk dat ik wat losser ben geworden in een aantal dingen. En dat misschien wel fijn is. Dat ik me iets minder aantrek van hoe het de bedoeling was. Wat ik net zei, ik geniet van als het een beetje misgaat. Dat ik iets meer laat het dan en dan zien we wel wat er gebeurt. Ja. En dat ik iets meer kan vertrouwen op dat het dan wel goed komt. Dat ik iets meer kan vertrouwen op de connectie die ik met iemand maak. Voorbereiding doe ik altijd. Maar dat ik dat iets meer los kan laten. Dat ik iets meer uit kan gaan van wat voor verbinding maak ik met de persoon die ik interview. Of die ernaast me zit om mee te presenteren. Ja. Of, ja, en dan blijft dat op radio nog steeds het lekkerst. Want televisie mis je dus niet echt. Nee. En is ook niet waar je nog naar terug wil waarschijnlijk. Het is niet dat ik zeg van ik heb niet afscheid genomen van de televisie. Maar ja, weet je, geen idee hoe het gaat. Ik doe dit nu vandaag in zijn huidige vorm nog geen jaar. Ja. Dingen komen en gaan. Erik Verstaren van Avrotros bij je op de stoep staat morgen van... Suzanne, ik heb een heel leuk televisieprogramma voor je. Dan zeg je geen nee. Ja, ik zou nu niet weten wat voor tv-programma dat zou moeten zijn. Ik heb hem wel eens voorgesteld, Metalfeest op het plein. Nou, dat vind ik ook een goed idee. Ik heb daar nog niks op teruggehoord. Nee, gek is dat. Ja. Ja. Is het wel moeilijker voor vrouwen als ze wat ouder worden om op tv te blijven of te komen? Oh, wat een lastig onderwerp. Ja, het zijn natuurlijk wel... is het moeilijker voor vrouwen? Ik denk dat het sowieso niet makkelijk is. Ook voor jonge vrouwen is het ook niet makkelijk. Want die worden ook op alle manieren bekeken en beoordeeld. En kijk, op de radio zijn wel heel veel vrouwen. Zeker op Radio 1. Kom je om in de vrouwen die het prima doen. En waar het heel fijn naar luisteren is. En bij tv, ik weet niet of... Volgens mij wordt er wel veel beleid opgevoerd om vrouwen neer te zetten. Ja. Het wordt vaak gezegd. Ik denk dat vrouwen ook veel last hebben dat anderen het zeggen. Dat het zo is. Dat het niet, misschien niet zozeer de basis is. Maar dat is gewoon een aanname van mij, hoor. Zoals ik dat heb meegemaakt. Dat het meer is dat anderen die vraag steeds stellen. Ik ben weggegaan bij RTL... omdat ik een prachtig aanbod kreeg. En ik zal niet ontkennen dat ik ook heel fijn vond... dat ik daardoor zelf het moment kon kiezen. Ja. Want dat kwam natuurlijk ook wel even bij me op. Maar dat moment had er al veel eerder kunnen zijn... als uit marketingonderzoek was gebleken... dat ze liever een ander type daar hadden zitten... dan was dat misschien al eerder gebeurd. Maar het is wel dat ik vanaf dat moment steeds die vraag kreeg. Van, moest je weg? Dat is ook heel... Ja. Het frame werd op een gegeven moment zo moest weg bij RTL. Ja. Nou, dat was niet zo. Nee. Ja, doe je verder niks aan. Nee. Dus dan denk ik, laat maar. Maar het wordt veel van anderen gezegd van... is het lastig dan dat ik denk dat ik dat zelf... merk. Maar ik snap wel dat soms programma's moeten zeggen van... we willen meer jonge kijkers, we willen meer... Ja, dat hoort er ook een beetje... Diversiteit is natuurlijk nu ook een enorm ding. Zeker. En dat begrijp ik dat ze heel erg zoeken in bepaalde richtingen... van kunnen we daar nog iemand vandaan halen... en die een kans geven en kijken of het gaat. Ja. Dus ik snap dat dingen veranderen. Want als je het hebt over ook meer vrouwen en veranderen... dan moet je ook, denk ik, kijken naar de beleidsstop. Mm-hmm. Hè? Want het is natuurlijk wel een feit dat in Hilversum... bij de omroepen en bij de... Ook bij producenten, dat er heel weinig vrouwen in de top zitten. Ja. Is dat iets wat je nog ambieert wellicht? Nee.
Helemaal niet? Nee, ik kan dat helemaal niet. Echt ook. Moet er niet aan denken om met spreadsheets en mensen moeten aannemen, ontslaan en strategieën en echt niets voor mij. Nee. Alsjeblieft. Ja, nee. Wij wil gewoon lekker in de studio. Maar ik hoop wel dat anderen het doen. Ja, goed, we hebben nu Klaske bij, bij Radio 1. En ik ben heel benieuwd wat dat oplevert. En we hebben natuurlijk mevrouw Rijksman. En, dus en ook bij Afrotros is er ook wel eentje in de boord. Het blijft een interessant fenomeen dat er op redacties en op uitvoerend niveau barst het van de vrouwen die het hartstikke goed doen en die er ook helemaal on top zitten. En, maar misschien zijn er ook wel te veel die zoiets zeggen als ik van oh, laat het me niet doen. Nee, bedoel, dit komt de zaak natuurlijk niet ten goede. Nee. Dat ik dat zeg van laat me het niet doen, want ik ben er niet goed in. Maar ik ben er echt niet goed in. Nee. Ja. Is er nog wel iets waar jij wel heel goed in bent of wil worden? Heb jij nog een ik ambitie? Ik wil heel erg goed gitaar leren spelen. Dat snap dat ik. Dat begrijp je. Ik zou heel graag een fijn radioprogramma willen hebben waar je meer met muziek en interviewen nog kunt doen. Ook de muziek waar ik heel veel van hou. Ja. Zou ik een plek gunnen binnen de publieke omroep. Ik vind dat hij dat echt verdient. Ik bedoel, Hanneke Kappen, Henk Westbroek, Alfred Lagarde hebben natuurlijk allemaal gehad. En daar ben ik groot mee geworden. Ja. En ik zou dat geluid nog wel meer willen laten horen. Dat zou ik ook heel leuk vinden. Maar verder ben ik op dit moment vind ik het heel fijn om ik ben heel blij met één vandaag van nu hoe we dat maken. Beetje, dat is al wat we eerder deden, is nu meer gebundeld, heeft meer kracht. Makes more sense, om het maar eens eventjes zo te zeggen. En daar ben ik heel blij mee. En daar geniet ik heel erg van. En verder zien we wel wat er gebeurt. Ja, wat is 2020 voor jou eigenlijk toch wel een verloren jaar door corona? Of zeg je van nou... Dat wil ik niet zeggen. Nee, voor mij persoonlijk. Hey, ik heb een Radio Tour de France gepresenteerd. Ja. Dat kwam ook doordat de tour is verschoven door corona. Ja. En ik heb echt de drie beste radioweken van de afgelopen jaren natuurlijk dat gehad. Dat is iets wat je dat misschien... Dat was voor mij... Hallo, ja, Koos Postma. Ja, dan dat soort programma's. Ja. Ik dacht, nou, ik zit toch wel eventjes bij iets van... Denk, wow, wat is dat ontzettend fijn. En wat was dat leuk. Ja. En dat zou ik echt super vinden als het wat normaler werd dat andere omroepen ook daarin mee mogen doen in sportpresentaties de komende tijd. Wie weet. Wie weet. Dus dat vond ik geweldig. Persoonlijk vond ik het een interessant en ook heel moeilijk jaar. Ik bedoel, wie heeft dat niet meegemaakt? Ja. Ik heb mijn vader van 85 sinds maart niet meer aangeraakt. Nee. Je draait een beetje om je kinderen heen en je zus en dat soort dingen. Dus dat vind ik echt heel moeilijk. En waar we het al heel kort even over hadden. Alles wat aan podia en creativiteit dood dreigt te gaan, vind ik heel erg verschrikkelijk. En verder hebben we ook geweldige programma's gemaakt, Okay. Maar ik hoop dat het nou toch wel een keertje... afgelopen is. Dat hoop ik ook. Ja. Zeker. Nou, in ieder geval heel veel succes bij alles wat je nog onderneemt en gaat doen. Tot zover bij BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.